Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Trekken hier en daar wat wolken over Nederland. Op de meeste plaatsen is het wel droog. Er komt nog wat mist voor, dat verdwijnt en dan schijnt de zon geregeld. Vanochtend een tamelijk grijs beeld, vooral in het noorden van het zuiden uit weet die zon meer eh, terrein te winnen. Temperaturen vanochtend de graad of 16, maar vanmiddag is het veel zachter. Het kan eh, 20 graden worden in de kop van Noord-Holland en 24, misschien zelfs plaatselijk wel 25 in het zuidoosten van het land. Matige zuidelijke wind zorgt voor die warme aanvoer in de loop van de middag wel een toenemende kans op een bui. Vanavond vooral in het oosten kans op onweer. Daarbij. Temperaturen gaan vanavond langzaam omlaag. In de nacht dalen ze verder en dan komen we in minder warme lucht terecht. En dat betekent voor morgen dat de temperatuur blijft steken tussen de 15 en 17 graden. In het oosten is het in de ochtend vooral nog druilerig. In het westen is het al droog en van het westen uit breekt geleidelijk de zon door. Westenwind is over het algemeen matig. Vanaf zondag krijgen we te maken met meer wind, ook regelmatig storingen. Het is een wisselvallige periode met af en toe nog wel wat zon tussendoor. En begin volgende week zien we de temperaturen dalen tot 15 graden, of zelfs nog iets lager. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.